gaan. Lancering van Judith Webbers nieuwste boek Kies en ze kiezen jou. Ik wil jou graag uitnodigen, Judith. Judith Webber. In 2010 heb ik eerder een boek met Judith gemaakt en ik denk dat een aantal van jullie dat ook nog wel weten. Dat was haar eerste boek en dat was voor mij ook de eerste samenwerking met Judith. En die is me ongelooflijk goed bevallen. En eigenlijk het hele proces ging in een soort flow en heel moeiteloos. En we zaten heel snel op één lijn. En toen kwam je met je tweede boekidee. Zo op een gegeven moment toch van het oorspronkelijke idee afgeweken en we hebben het anders aangepakt. Ja. En ik was benieuwd, ik dacht, nou, hoe gaat dit lopen? Gaat dat net zo moeiteloos? En ja hoor, ik was eigenlijk toch wel verbaasd. Maar nu snap ik het. Want ik heb het tweede boek dus van A tot Z wel 5 keer helemaal doorgespit. Dit is hem dan. En het leuke is... Wij staan de 3 cirkels om elkaar heen. En die noem ik een drieluik. Omdat je van binnen naar buiten gaat. En je bent aan het opduiken als persoon. De mensen vragen aan je van wat doe jij? En dan antwoord je met een functietitel. Of dan vertel je wat je vak is. Eigenlijk is het vrij oninteressant in die persoon. Wanneer ben je wie je bent? En wanneer doe je dit? Wanneer doe je dat? Die ervaring, ja, dat is voor je voorstel. Dankjewel. Ja, dan moet je wel de verbinding met jezelf gezocht hebben ook, want daar begint het natuurlijk allemaal mee. Juist. Ik kan moeilijk verbinden met andere mensen als je niet met jezelf verbonden bent. Ik hou enorm van open-minded mensen. Open-minded is de eerste. En de tweede is mensen met lef. Ik heb op een tegeltje thuis staan. Leven is het meervoud van lef. En ik hou gewoon heel erg van mensen die stappen durven nemen. Iemand die ook heel veel integrity heeft. Mm-hmm. Dus wat ze zeggen zijn ook wat ze doen. This is me. Want ik heb tot nu toe zo de nodige ervaring opgebouwd, maar ik durf te wedden dat er nog veel meer is. En daarvoor heb ik jullie nodig. Dus ik hoop dat jullie mij wat dat betreft blijven voeden. Wat ik de afgelopen 1,5 jaar al heb meegemaakt, is dat het enorm voedend werkt om feedback te krijgen over wat dat boek betekent en wat het raakt en wat het doet. En mijn boodschap is, als jij durft te kiezen en ook die keuzes durft te laten zien, dan weet ik zeker dat ze ook voor jou kiezen. En ik zou zeggen, punt.